Avondklok, dag 37. Het is vandaag zondag 28 februari. De laatste februaridag. Morgen begint een nieuwe maand. En eigenlijk begint vanaf vrijdag, was er eigenlijk al sprake van een nieuwe werkelijkheid. Vrijdag ging ik om 3:15 stapte ik de trappen van het ziekenhuis op. En ik zou de uitslag krijgen van de PET-scan. Want anderhalf maand geleden werd er bij mij een verhoogde waarde van de prostaat aangetroffen. Nou, een hele molen door. Resulterend in dat ik afgelopen maandag een PET-scan gehad heb. Dan krijg je zo'n radioactieve vloeistof ingespoten. En dan wordt er gekeken hoe je er lichamelijk voor staat. En ik liep die trap op en dacht, nou, eigenlijk weet ik het wel. We kwamen bij de uroloog en de uroloog maande ons te gaan zitten. En hij draaide de monitor aan en draaide die naar ons toe. En toen zag ik het al, hij had nog niks gezegd. Het is dus helemaal mis. Ik heb uitzaaiingen in de botten en in de lymfeklieren. En ik ga nu een behandeltraject in, wat hormoonbehandeling betekent. En dat hoop ik dat dat binnen 3 maanden aanslaat. En als het aanslaat, dat is bij 80% van de kankerpatiënten het geval. Dan heb ik nog 4, 5, 6, mogelijk 10 jaar te leven. En ik hoop in goede kwaliteit en in goede gezondheid, kan ik niet zeggen. Want ik ben dus vanaf nu definitief kankerpatiënt geworden. En dat is een hard gelach. Ik zag de foto en dacht, ben ik dat? Dat ben ik helemaal niet. Ik heb bijna nergens last van. En nu opeens dit. Nou, de werkelijkheid is anders. Het is nu gewoon zo. En ik heb even 2 dagen nodig gehad om me te herpakken. Maar we gaan de behandeling aan. Ik zal niet zeggen het gevecht aan, want dat vind ik zo vreemd. Wat valt er nou te vechten? Want je hebt iets in je lichaam wat gewoon doorgroeit. De groei moet tot staan gebracht worden. En ik hoop dat we de komende tijd vele waardevolle en intensieve contacten hebben met mensen. Ik ben geen, dat zeg ik er nog maar even bij, ik ben geen dead man walking. Ik heb de gevreesde ziekte en je bent altijd van harte welkom. En wat ik de komende tijd ga doen, dat ga ik nu op een rijtje zetten. Morgen gaan we naar de Schelling, even een midweekje. En daar kom ik vrijdag van terug. En het is wat het is. Ik wens jullie ook, want ik weet hoe het overkomt als iemand je deze mededeling geeft. Ik wens jullie ook veel sterkte met deze mededeling. En blijf contact houden. Oké, tot morgen. Want het journaal gaat gewoon door. En het leven ook.